En toen zijn ze begonnen onder de naam Maandverband. Ja, hoe verzin je het? Breda Nu. Je weet het meteen. Toontje Lager is weer on tour. Met een bekende hit uit de jaren 80 traden ze op donderdag 21 maart op in de Mes hier in Breda. Het is vandaag donderdagavond. We zijn hier te gast in de Mes. Samen met, zoals je wel kunt zien, inderdaad de zanger van Toontje Lager, Erik Meesie. Erik, goedenavond. Ja, hallo Hans. Hey Erik Meesie. Heel veel hits gehad natuurlijk in de jaren 80. Hoe zijn jullie ooit de band begonnen en hoe kom je aan die naam eigenlijk? Ja, je weet vast niet dat ik niet de eerste zanger van Toontje Lager ben. Nee. Dus ze zijn begonnen zonder mij, ergens in 1978 al. En toen zijn ze begonnen onder de naam Maandverband. Ja, hoe verzin je het? Ik kan niks doen. Maar... En dat betekende dat ze binnen een maand optredens wilden hebben. Dus vandaar Maandverband. Een verband voor een maand. Als het daarna niet zou lukken, dan zouden ze na een maand weer stoppen. Nou, dat is gelukt dus. En ik denk dus na anderhalf jaar, de zanger kreeg problemen met zijn stem. En die was ook niet zo'n goede, had niet zo'n goede timing zoals de andere bandleden hadden gehoopt. En toen hebben ze een auditie gedaan en in 1980 ben ik erbij gekomen. En toen heetten ze dus al, hadden ze het naam al gewijzigd, in Toontje Lager. Inderdaad, een hele mooie naam. Veel grote hits gehad natuurlijk in de jaren 80. Echte nederpopsongs, net als in de film. Maar dat was gebaseerd op iemand. Ja... Of is dat een sprookje? Of is dat een... Wij wilden een leuk hoesje maken om de extra aandacht te trekken. En dat was toen Linda van Dijk, was een actrice die beroemd was in die tijd. Die hebben we gevraagd of zij wilde figureren op de foto van het hoesje. Heeft ze gedaan. En daardoor hebben wij het opgedragen aan haar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje onzin. Het is gewoon een... Eigenlijk een sprookje dus. Ja, eigenlijk een leuk niemandalletje. Op een gegeven moment was er stil rondom, in principe Toontje Lager. Hoe kwam dat? Nou, we zijn in 85 gestopt. 1985 gestopt, moet je nagaan. Dat is hoe lang geleden? Meer dan 30 jaar. En ik ben eigenlijk nooit gestopt als Erik Meesie. Ik heb daarna nog een solo hit gehad met Zonder Jou. En altijd door blijven gaan met muziek maken. Ook altijd blijven optreden. Tot een paar jaar geleden dat ik dacht van jongens, kom op. We hebben toch wel iets bijzonders gedaan. Want die nummers blijven nog steeds op de radio hoorbaar. En heel veel mensen hebben er goede herinneringen aan. Dus ik dacht van kom op, waarom niet Toontje Lager? Laten we eens kijken. Laat ik de oude bandleden eens polsen. Mm-hmm. Of er überhaupt nog een klik is. Om opnieuw te beginnen. Om te kijken of we optredens kunnen doen. Of in ieder geval om te kijken of we elkaar nog kunnen inspireren. Ja. Nou, daar heb ik een mailtje gestuurd en ik kreeg heel veel negatieve reacties erop. Van iedereen eigenlijk. Oh. En toen dacht ik, nou, oké, dat zit er dus niet in met de oude bandleden. Heel erg jammer. Maar ik dacht, ja, ik kan nu laten rusten het idee. Of gewoon toch proberen om onder Toontje Lager met dan andere muzikanten en dan echt... Met zoveel mogelijk, dat je zeg maar, met respect voor de muziek die wij gemaakt hebben. Dus eigenlijk alles een beetje hetzelfde houden om dat dan toch te brengen. En ja. Daar heb ik tot op heden geen spijt van. Nee, Breda Nu. Je weet het meteen.